De opening van de nieuwe velden. En daar wordt het lintje doorgeknipt. Letterlijk. Het heren 3, maar niet huis. Met P. Wat een feestelijke entourage. Maar de stand is na bij de rust toch niet helemaal wat we willen. Dit is een prachtige hockeyclinic. Honderden kinderen. Overleg. Ja! Nou, goedemorgen. Dankjewel. Ja! Nee! Oh my god. Is ontzettend blij. Ja, we zouden het even houden. 3, 2, 1, ja! Dankjewel. Ja, het is heel bijzonder om hier te staan, want toen ik hier ooit begon, een kleine 40 jaar geleden, lag hier een grasveld. Stond mijn moeder achter de bar, was mijn vader coach van Heren 1, geloof ik. En ben ik hier begonnen met hockey. Voorschoten, ik weet wat een snel doel op deze mooie club. En daar wordt het lintje doorgeknipt. Letterlijk. Oh, Amber! Amber! Even doen op het podium te oefenen. Heel mooi dat je het zegt. Het is ook... Achter een gezin ben je te weinig, blijkbaar. Maar hoe? Ja, 2 jaar lang in je volgt. Dat was ook een beetje doorkijken als je het vaak ziet. Dit is echt een prachtige persoon. Maar bij coachdag. Ja, begin je met een bakje yoghurt? Begin met kinderen naar school brengen, douchen, omkleden en de normale dag van zaken. Ik had 10 hele moeilijke vragen. En de 9 moeilijkste heb ik laten vallen. Ik zeg gewoon Max, ik weet dat je een goede vriend van Ties bent. Ja. En ik kom uit een periode dat Ties hockey deed. Ja. Niet dat dat nou zo belangrijk is, maar ik vind het leuk om te vermelden dat ik dus een x aantal malen tegen Ties gespeeld heb. Mooi. En in die tijd stond ik in het doel. Ik heb 7 jaar gespeeld en 6 jaar gekiept. En Ties kwam terug van de Olympische Spelen, had hij er 22 gemaakt. Het heeft niks te maken met de vraag hoor. Maar gewoon een verhaal. En toen speelde ze dan. Max, in hoeverre laat een coach zich beïnvloeden door spelers van het Nederlands elftal? Voor of tijdens een wedstrijd? Als het één of meer bepalende spelers een andere mening hebben. Ja, nou ja. Het is al simpel de tijd dat je kan directief vertellen aan mensen wat ze kunnen doen, is al lang voorbij. In de huidige tijd spelen ze nauw betrokken bij het proces. Kunnen ze dingen aan ons melden? Absoluut. Ze kunnen zeggen wat... Ik ben videoman van de Heren 1, van deze heren. Mijn vraag is, wat
Ja, wij hebben nu een videoprogramma om mee te werken. Maar waar, wat gebruiken jullie voor het programma om video's mee te maken? Ja, onze verhaal is een beetje ingewikkeld. We hebben gewoon twee data-analysten volgens hun talenten. Dat is zeg maar de scene, de heen, been, whatever, dat gedoe allemaal. Dit is vooral gericht op die ouders, niet op de spelers.